Ja jongens, nog een paar dagen en hij is er, de Nintendo Classic Mini. En ik heb echt heel veel mensen gehoord die hem willen hebben. En dat snap ik, want hij is, dit is echt het ideale, ja het klinkt een beetje marketing, maar het ideale cadeautje voor onder de boom of in de zak van Sinterklaas. Gezellig rond de centrale verwarming allemaal. Genieten van je nieuwe NES. Want het is de 11e komt hij uit. Het is een heruitgave van de oude NES die in 1983 is verschenen. En er staan 30 games gepreload op. En verder is eigenlijk bijna alles hetzelfde. Behalve dat hij kleiner is in de era van de controller, iets anders. Maar dat gaan we nu aan jullie laten zien. Want let op jongens, hier is die. Check dit. En ik ga echt heel veel mee spelen. Tof is, hij is natuurlijk gewoon via HDMI aan te sluiten. Dus ik ga er ook super vette content mee maken. Tenminste, daar heb ik best wel zin in eigenlijk. Om die oude games. Oh, andersom, sorry. Om die oude games weer eens te spelen. Check dit. Check dit. Dit is het boekje. Die hebben ze ook echt helemaal zwart-wit gemaakt. Je krijgt echt. Kijk ook de doos. Je krijgt echt alsof je returnt naar de jaren 80. Helemaal met die sterrenhemel. Je hebt een super vette commercial van vroeger. Ja, daar voelt dit helemaal naar. Ik zie hier wel een code met Nintendo-dingen. Maar kijk, het boekje is ook echt helemaal ouderwets. Check dit, het voelt gewoon alsof we in een tijdcapsule zitten naar mijn geboortejaar 1998. Oké, maar niet geboortejaar 1984. En het tweede wat opvalt is dat hij natuurlijk een stukje kleiner is dan de oude NES. Check hoe schattig die is. Check dit, Tom, hoe vet is dat? Nou, dat is de NES zelf. En we hebben natuurlijk een controller die ze verder ook helemaal niks hebben gewijzigd ten opzichte van de oude controller, behalve de ingang. Dat vinden sommige mensen misschien jammer, want je kunt inderdaad niet je oude NES-controller aansluiten op de nieuwe NES-controller. Want de ingang, ja wat is het eigenlijk voor ingang? Het is gewoon een aparte ingang. Van de Wiimote, oh ja, nice. Die kan er gewoon zo in, maar de controller is aan zich verder hetzelfde. En wil je met vrienden spelen, verkopen ze die ook nog eens eventjes los. Dus dat is wel handig. Nou, dat is hem. En verder, kijk wat er nog meer in zit. Wow, nou dit is de... Er zit zelfs HDMI-kabel bij. Je moet je 3DS opladen loskopen, maar een HDMI-kabel, dat doen ze er gewoon bij. Dat is hartstikke goed. En we hebben hier een... waarom zit de micro-SD achterin? Is dat voor de stroom? Voor de stroom? Wat vet! Waarom doen ze dat niet met een voeding? Weet jij dat? USB is toch een goede voeding? Ja, dat is waar. Dat is een goede voeding. Maar die zit niet bij iedereen zomaar. Je voedt hem dus niet met een stekker. Je voedt hem met USB. Kun je natuurlijk wel een stekker verkopen. En gewoon met micro-USB. Aan deze kant. Zo. Check dit. En dan heb je je voeding. Het niet de HDMI-kabel. En ja, het kan niet open. Dat is puur visueel dat het lijkt. Je zet hem wel zo aan en je kunt hem ook resetten. Dat is het knopje werkt ook. En er zitten natuurlijk 30 games bij. Ja, echt de beste games van Nintendo. En natuurlijk onder andere The Legend of Zelda, Mario Bros. 1, 2, 3, Metroid, Final Fantasy, Castlevania. Nog veel meer. En wil je nog veel meer weten over de nieuwe NES die nu uit is, dan kun je aanstaande dinsdag kijken naar Gamers at Gear. Dan behandelen we hem uitgebreid. En wellicht gaan we er ook even mee streamen binnenkort. Dat wordt ook wel vet. Want wij zijn alweer hyped voor die oude games. En check dit. Kijk hoe fucking schattig die eruit ziet.